Er is een ongeval met beknelling. Twee auto's bij betrokken. We zijn er bijna, we kijken alvast even. Ja, normaal zie je wel iemand die schrikt of bijstuurt, maar hij zat echt zo van... Afwezig of zo. Ja, echt, afwezig. Echt. En niet slapen, was zijn ogen open. Info 2031. Goeie even aan het blaastest. Ja, dankjewel. Even kijken waar het is. We moeten eens even wat beelden terughalen. Bij jongens, dat is een kinderrol. Ik kan niet meer stoppen. Dag dames en heren. Tot vreugde van veel weggebruikers wil de nieuwe regering de maximumsnelheid op sommige wegvakken verhogen. Maar tot die tijd blijft natuurlijk gelden dat je gewoon 100 rijdt waar 100 is toegestaan. Tenzij je met een thuisbrengertje rijdt natuurlijk. Wat, gaan wij wat aan de kant zetten? Nee, Edward heeft hem aan de kant. Een Mercedes met 140 waar je 100 mag en je reed ook nog een thuiskomertje. Wacht even. Even recapituleren, hij reed 140 waar je 100 mag en dan ook nog met een thuisbrengertje? De vraag is alleen of dat dan extra verboden is met een thuisbrengertje. Oh ja, kijk, daar zit hij, rechtsachter. Onze motorrijder neemt de bestuurder even mee en dan wordt het zoeken in het overtredingenboekje of daar iets in staat over een thuisbrenger. Ik weet niet hoe dat in het RVV wegenverkeerswet geregeld is met... Ik ga het even maken. Qua snelheid staat alleen deze tabellen. Ja, maar dat is natuurlijk bepaalde de weg, zeg maar, het bord of gedrag. Ik heb geen idee waar ik dat ook zou moeten vinden. We hebben een auto aan de kant met een thuiskomertje waarop staat 80 max en die reed 140. Weet jij waar dat geregeld is? Nou, het is gewoon eigenlijk voor de verkeersveiligheid voor de persoon zelf, maar het, volgens mij is het er niet geregeld dat je er niet meer thuiskomertje harder mag. Nou, we zullen even kijken hoe het precies geregeld is met die thuiskomertjes, want dat heb ik ook niet elke dag bij de hand. Het is in principe een adviessnelheid, maar goed, adviessnelheid is natuurlijk niet voor niks, want het ding is niet getest voor 140, zeg maar. Houdt in dat uiteindelijk de snelheidsoverschrijding is dan 30 km per uur rijdt dan geëikt en vervolgens gecorrigeerd 130 waar je 100 mag. Dus daar krijgt er dan de bekeuring voor. Een lekke band. Het gebeurt gelukkig steeds minder vaak. Maar toch is de lekke band de nummer 2 in de lijst met de meest voorkomende pechgevallen. Er zijn tegenwoordig verschillende methodes om de gevolgen van een lekke band te bestrijden. Ideaal is natuurlijk het ouderwetse reservewiel. Maar daarnaast zijn er ook reparatiesets met een soort gel die je door het ventiel in de lege band kunt spuiten. Dan heb je nog de run-flat banden. En welke zou eigenlijk uw voorkeur hebben? Thuiskomertje. Alles hetzelfde. Ik weet niet hoe zo'n reparatiesetje eruit ziet. Ik bedoel, misschien een bandenlichter nodig, een plakband en een plakketje erboven zo. Die run-flatband, nou ja, die kunnen niet lek worden, heb ik begrepen. Ik vind dat we moeten blijven bij het oude principe. Band, lek, verwisselen. En geen flauwe kulletjes. Die reparatiesetjes die zijn, niet handig. Nee, de gebruikswijze is vaak erg ingewikkeld. En als het gaatje groter is dan 4 mm, dan volstaat het gewoon niet voor een volwaardige reparatie. Een run-flat is die band is speciaal ontwikkeld. Om op het moment dat de druk wegvalt door middel van een lek, dat je ermee door kunt rijden. Het gebeurt ook wel dat je een band stuk rijdt op een stoep of iets dergelijks. Ik bedoel, bij een run-flatband, als je die stuk rijdt, kun je er ook niet meer verder rijden. En dan heb je in ieder geval nog die thuiskomer bij je. De thuiskomer is gewoon de beste optie, omdat als je een reparatiesetband repareert of de run-flatband, als die gewoon stuk gereden zijn op een stoep of iets dergelijks, heb je een thuisbrenger, heb je altijd als een goede vervanger waar je altijd mee thuis kan komen. Maar er zijn een aantal beperkingen in het gebruik. Zo adviseert de fabrikant een maximum snelheid van 80 km per uur en een maximum afstand van 3000 km. En met een thuiskomer kom je ook niet door de APK. In een land waar zoveel mensen wonen is het goed benutten van de beschikbare ruimte best belangrijk. En dat geldt zeker ook in het verkeer. Maar ja, als je ruimte wilt gaan benutten, moet je eerst wel van de plaats zien te komen. En behalve dat winterweer voor glibberigheid zorgt, kunnen lage temperaturen ook een
toch al niet zo fitte accu de genadeklap geven. Zo, rookt een beetje. Ja, dat zijn gewoon pechgevallen af. Vele sluimerende gebreken aan een voertuig komen extra sterk naar voren wanneer de temperatuur zakt. Stil komen te staan met pech is natuurlijk nooit leuk en het komt ook altijd ongelegen. Maar als je strandt op de vluchtstrook van de autosnelweg en de weersomstandigheden zijn ook nog eens niet je dat, dan kan het ook nog eens gevaarlijk worden. Nee, die strook is gewoon open, er staat een auto daar stil. En dat geldt helemaal als de vluchtstrook op dat moment in gebruik is als pitstrook. Zo. En als het pechgeval dan ook nog eens een vrachtauto betreft... Had hij niet gezien volgens mij. Gelukkig is er in tijden van nood dan weer de politie uw vriend en helper, MV. Wat is dat hier? Ik zit een beetje voorover, even kijken wat dat. Ja, wat staat er? Dat zal wel even helpen om het ding weg te duwen. Waar is aan bellen, man? Ja, wat het oude ding doet. Goedemorgen. Hij doet het zeker niet meer. Jawel, hij doet het wel, alleen er is iets met de waterpomp. Hij steeg net toen ik op de snelweg van Tiel hier naartoe reed. Ja. Die op 110. Ja, maar ik temperatuur. Ik ben langs de mensen geweest. Maar ik kan doen... Ja, het is niet handig om hier te blijven staan. Weet ik, maar dus. Ik wist niet waar ik moest stoppen. Nee, ik kan best gewoon even hier afgaan. Dan zet je hem gewoon even uit deze weg hier. Maar is dat hier. Niet gevaarlijk? Ja, dat kleine stukje maakt dan niet uit. Nee. Het is hartstikke koud. Hij krijgt wat koude aanzuiging. Oké. Dus dan kun je in ieder geval, dan sta je in ieder geval niet zo link op die kruising hier. Dan hoeft maar één iemand niet op te letten. En dan zit je er gelijk achterin. Maar mag ik dan op die berg staan dan? Ik zie wel even kijken of je daar langs blijft. Ja, je moet gewoon... Maar één weg. Ja, het is maar één weggetje. En dan sta je hier gewoon langs de zijkant zo. En dan sta je veilig. Of je gaat daar even staan. Dan sta je in ieder geval uit het snelle verkeer. Oké. Ja? Oké. Maar soms is het snelle verkeer ver te zoeken. Hey. En als je dan wat moet, dan moet je de rij uit. Ja, die moet wel heel erg nodig. Tja, altijd makkelijk die vluchtstrook. Dat is aan zo. Ja. En dat geldt ook voor verdrijvingsvlakken en doorgetrokken strepen. De meeste mensen rijden daar niet, omdat het niet mag. Dus voor de moedigen onder ons biedt dat dan weer een buitengewoon gunstige opschietmogelijkheid. Daar gaat hij weer. Zo te zien is deze bestuurder er trouwens niet helemaal met het kopje bij. Hij is gewoon bezig, denk ik. Kijk, waar gaat hij nou helemaal naartoe, joh? Ja, helemaal weg is hij. Zeg dat? Helemaal naar beneden. Nee, niet rijden, die gozer. Nee. Maar ligt het wel allemaal aan de bestuurder of zijn er nog andere krachten in het spel? Want er komt iets in beeld op de bijrijdersstoel. Dan zien we weer een slinger naar rechts... En denken we weer dat de bestuurder even niet zit op te letten. Je moet zien, joh. Kijk eens wat hij doet. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij nou doen? Ja, die pakt de vluchtstrook, joh. Maar dan gaan de alarmlichtjes aan en geeft de bestuurder gas om vervolgens over de vluchtstrook iedereen voorbij te rijden. Nu heeft hij dus wel het kopje erbij, lijkt het. Dit is een hele asiaal. Eens kijken, joh. Omdat er nog geen politieman of vrouw bij ons is ingestapt... kunnen we weinig anders dan zoveel mogelijk blijven vastleggen... hoe deze handige chauffeur de rest te slim af is. Kijk, want daar zit de afslag. Hij rijdt gewoon door. Ja, die rijdt gewoon alles door. Alles rijdt gewoon door, hè. Zo. Zet hem er nu weer tussen. En zo zijn er wel meer bestuurders die handig gebruik maken van de vluchtstrook. Of, nou ja, handig. Soms ziet het er ook niet zo heel handig uit. Nou, echt nodig lijkt het niet... Blijf je wel zitten met de vraag waarom de bestuurder ervoor kiest om het een en ander op deze manier op te lossen. Het blijkt dat de bestuurster even tevoren een narrow escape gehad heeft. Goedemorgen. Mijn naam is Kunneman, verkeerspolitie. We hebben een filmopname van hoe u rijdt op de autosnelweg, hoe u invoegde hier op de autosnelweg. Dat willen we even laten zien. Ik denk dat ik wel weet waarom het gaat, maar ik was zo de kluts kwijt. Ik denk, ik ga er echt tot af. Maar toen zat ik in één keer op de vluchtstrook. Maar net daarvoor, toen reed ik op de linkerbaan. Mm-hmm. En er reed een rode auto voor me, maar die alles begon in één keer te remmen. Ja. En toen wou ik dus naar de rechterbaan teruggaan. En ik kijk even over mijn schouder of er plek was. En ik kijk voor naar voren weer. Toen stond die rode auto voor me, die stond praktisch stil. Dus ik heb daar stuur omgegooid om hem niet te raken. En ik ging er echt raaklinks langs op. Ja. En ik ging echt dwars zo die weg over.
Ik denk van, ik was zo de klus kwijt. Ik zat helemaal te trillen in de auto, dus ik wou de snelweg verlaten. Ja, toen bent u eraf gegaan. Ik ga er echt tot af, ja. Maar toen besefte ik eigenlijk dat ik op de vluchtstrook zat. Ja. Maar ik kapot geschrokken. Ja, ik kan het me voorstellen als u een ongeval heeft. Ja, ik had bijna ongevallen. Totaal niet door dat ik echt op de vluchtstrook zat. Maar u komt hier voorbij geschoten. U bent de enige die er rijdt. Dus het moet toch op gaan vallen dat er geen rijbaan is. Ja, maar hier rijdt u. Ik ook terug, ja, maar hiervoor, hiervoor is ook ruimte. En toch kies je ervoor om door te gaan. Kijk, op dit moment gaat het ertussen. De bekeuring is voor het rijden over de vluchtstrook. En per 1 januari 2011 is het boetebedrag maar liefst €280. In het verkeer ben je onbewust, maar constant allerlei informatie aan het verwerken. Tenminste, dat is wel te hopen, want je hoeft maar weinig te missen om voor een behoorlijke verrassing te komen staan. Doen we voor en achter even aan. Ja, voor en achter zodan. En dan hebben we het over de blauwe lampen die aanstaan. Want we zijn op weg naar een plek waar een tweetal aanrijdingen is geweest. Ik heb zometeen een stukje vrije bus, maar dan pak ik hem rechts even voorbij. Daar hebben mensen hun informatie dus niet op tijd kunnen verwerken. Ter plaatse schijnt het nogal een behoorlijke chaos te zijn. Zeg maar. Ik zit mee te kijken met de beelden. Van de TT en de A4, maar het staat er helemaal vast. Die vrachtwagens pakken waarschijnlijk de rotonde eventjes. En dat doen die vrachtwagens inderdaad. Ter plaatse worden potentiële gewonden al verzorgd. Maar een andere zorg voor de verkeerspolitie is de doorstroming van het verkeer. En die is bepaald nog niet optimaal. Kijk, als die natuurlijk rijdt, volgens mij rijdt hij wel. Als hij weg is, dan kunnen we hem daar neerzetten. Maar dan kunnen we die weg, die kunnen we vrijrijden. Deze twee, die hebben een aanrijding gehad op de middelste rijstrook. En als ze naar deze zaten te kijken. En dit is de aanrijding waar de passagier of de bestuurder last heeft van zijn nek en zijn rug. Die zit aan de ambu. Kop staat. Ook worden politiestudenten nog even gewezen op de kleur van hun dienstkleding. De studenten zijn daar lijken. Met verkeerszaken moet je altijd geel. Het is verzekering technisch. Zachtjes protesterend vertrekt de Lancia op eigen kracht naar een veiliger plek. De BMW ziet het niet meer zitten en wordt een handje geholpen. Als ook de derde auto op eigen kracht weg kan, is de weg weer vrij. Kijk, zo doen we dat bij verkeer. In de regio Midden-West-Brabant komt er een melding door van een aanrijding met beknelling. Er is een ongeval met beknelling. Twee auto's bij betrokken. De stroomstand bij de schietrein SW de Rotonde. Ik neem maar toestemming. We hebben toestemming. Wij zijn er bijna, wij kijken alvast even. Wij zijn dicht in de buurt en gaan dus zo snel mogelijk naar de plaats van het ongeval. Als eerste van de hulpdiensten komen we aan en we zien dat er een frontale aanrijding is geweest. Eén van de twee bestuurders zit bekneld in zijn auto. Hoe gaat hij verder? Ja, nog een streepbaan? Oké. Doet pijn? Geen pijn? Oké. Hoe heet u? Geen idee? Ja. De hulpdienst is onderweg. Komt allemaal goed verder. En inderdaad... Heel snel is ook de brandweer ter plaatse die ervoor moet zorgen dat de man uit zijn auto bevrijd kan worden. Maar één. Ambulance erbij. Wat heb je gezien? Waar kwam je zelf vandaan? Nou, ik kwam zelf van de richting Tilburg. Ja, ik denk dat hij een witte wagen, 3 of 4 auto's voor me zat. Maar in ieder geval, hij ging steeds meer naar links. Ja. Totdat je op een gegeven moment over die 2 witte strepen zat. Ja. Dus ja, andere auto's konden net ontwijken dat we richting Tilburg gingen. Ik denk, wat ga hij doen? De snelheid die zakte nog niet terug. Die bleef gewoon gelijk. Is gewoon flauw gevallen zo. Ja, ik denk het wel. Getuigen die het ongeval zagen aankomen en gebeuren, vertellen hun verhaal. Ja, normaal zie je wel iemand die schrikt of bijstuurt, maar hij zat echt zo van in niemands land. Afwezig of zo. Ja, afwezig. En niet slapen, was zijn ogen open. Oké. Eén ding is duidelijk, de bestuurder van de witte auto is zwaar gewond aan zijn hoofd en zijn bovenlichaam. De politie praat intussen met de andere bestuurder. Je moet best wel spierpijn krijgen morgen. Dat zou ik dan wel krijgen. Ja, meestal een dag later, maar misschien dat het ook meevalt.
Nou ja, nu is er goed van afgebracht in ieder geval. Ja, lang blijven duurt er zo bij schakelen. Dat is natuurlijk zo. Maar de andere bestuurder blijft bezorgd om zijn gewonde medeweggebruiker. Ja. Ik was natuurlijk heel nieuwsgierig bezorgd over hoe dat met die man ging. Ik heb geprobeerd daarachter te komen. Maar er wordt geen informatie verstrekt. Op geen enkele manier. Dat vond ik heel vervelend dat ik daar niet achter kon komen. Ik denk als ik nou te horen krijg dat hij goed ligt, dan geeft dat een stuk rust. Bedankt. Precies. Jullie allemaal bedankt, hè? Okay. Ik heb op een illegale manier moeten doen. Dat, mensen die in het ziekenhuis werken, die ik ken, die zijn gaan informeren. Ik weet dat hij behoorlijk wat botten gebroken had. Dat hij geperforeerde longen had. Ze hebben hem in coma gehouden 6 weken op de eerste verkeer. Ze hebben hem uit coma gehaald en het heeft nog een week geduurd, toen mocht hij naar huis. Had Spapens de aanrijding kunnen voorkomen? Nee, ik kon hier echt helemaal niks aan doen. Ik zeg, ze had aan de rechterkant van de weg, zit een vluchtheuvel tussen. Ik rijd achter een bestelbus, redelijk groot, dus ik zag niet zoveel. Die is net die vluchtheuvel voorbij, is aan het optrekken. Ik zit daarachter, ik ben ook aan het optrekken. En op dat moment komt dit wagentje tussen die bestelbus en die vluchtheuvel. Tussendoor gereden, op volle snelheid, recht op mij af. Het enige wat ik dacht te kunnen doen is naar rechts te ontsnappen. Dus ik gooi mijn stuur om naar rechts. Ja, op dat moment botsten we tegen elkaar aan. En vandaar ook dat bij mij links voor die auto flink in elkaar zit. En ik denk dat hij door de klap 180 graden gedraaid teruggebotst is. Zo, en dan sta je stil. En dan? Ik kwam uit de auto, een flinke kruidlucht van de airbags en zo. En ja, dan loop je buiten rond. Je zit gewoon onwezenlijk te kijken naar de situatie. En dan vraag je ook af wat de reden is waarom die man aan die kant van de weg rijdt. Ja. En daar blijf je dus ook eindeloos over nadenken. De verschillende mogelijkheden waarom die man daar rijdt. Ik heb gedacht, één, dat die man onwel geworden was. Twee, dat hij slaapgevallen was. Overigens is dat degene die van mij overgebleven is op dit moment. En drie, die man wilde zelfmoord plegen. Ik zou geen andere, ja, of een mankement aan de auto natuurlijk, kan ook. Maar als je een mankement aan de auto hebt, kun je of remmen of sturen. Dat was geen even twee daar gebeurd. Dus ik zeg al, er blijven 3 scenario's over. En daar ga je inderdaad eindeloos over na zitten denken. En van ja, waarom zelfmoord? Dat doe je niet op een auto, dan pak je een vrachtwagen. Hè? Maar ik had achter mij, want ze waren aan die rotonde aan het werken, had ik grote betonblokken staan. En misschien heeft hij gedacht dat hij achter dat waardje die betonblokken kon rijden. Maar ja, dat heb ik wel laten varen, dat verhaal. Ik denk echt dat hij slaapgevallen is. Uiteraard heeft de politie onderzoek gedaan naar de ongevalsoorzaak. Maar ook zij hebben niets kunnen vinden. Wel is uitgesloten dat de auto een technisch mankement vertoonde. En ook is een acute medische situatie niet aangetoond. Maar dat zijn slechts uitsluitingen. Over de daadwerkelijke oorzaak komt niets boven water. Ik kijk waar ik in rijd. Ik ben daar heel bewust mee bezig dat ik een veilige auto heb. En ik heb wel het gevoel dat ik nog rustiger rijd. Wat mij overkomen is, dat overkomt me niet zo makkelijk. Normaal gesproken kijk ik niet naar een auto die voor me rijdt, maar ik kijk over de weg heen. Want die auto voor mij kan ook fout maken. In dit geval kon ik dat niet, want die wagen die was immens groot. Dus wat betekent dat nu? Ja, dat ik niet zo kort meer achter zo'n ding ga zitten. Ik heb ook de keuze nu gehad van wat doe ik. En had ik niet rechts afgeslaan, maar had ik doorgereden, dan had ik hem gemist. Het was nog steeds een enorme ellende geweest voor die man waarschijnlijk. Want dan had hij wel die betonnen palen of die betonblokken geraakt. Ja, dan was het waarschijnlijk nog slechter afgelopen, denk ik. Als er één categorie bestuurders is die vaak onder druk moet presteren, dan is dat wel de groep van de hulpverleners. Al je kennis en kunde worden in korte tijd tegelijkertijd afgeroepen. En dat begint uiteraard al bij de rit ernaartoe. Daar is het precies boven op de tweede etage. In Nederland rijden zo'n 10 miljoen voertuigen rond. Daarvan zijn 7,5 miljoen personenauto's. Meer dan één auto per huishouden is tegenwoordig geen uitzondering meer, maar eerder regel. De straten en wegen staan vol met blik. Ook op plaatsen waar het eigenlijk niet kan. Vooral in de grote steden ondervindt bijvoorbeeld de brandweer hier hinder van. Neem nou de Rotterdamse brandweer die een behoorlijk groot verzorgingsgebied moet bedienen.
300.000 inwoners ruim. Wat te vergelijken met een stad als Utrecht ongeveer. Maar dan hebben we het alleen over Rotterdam-Zuid en dan binnen het district. We zitten hier met 8 man, minimaal, rond de klok. 24 uur per dag, heel het jaar door. Ik ben melding van tanker Serra 24-1, Keerslens, 28 in de gemeente Rotterdam. We zitten nu gemiddeld ongeveer op 5 uitrukken per dag over het hele jaar. En wat valt er dan op bij die uitrukken? In het bijzonder in het verkeer natuurlijk. Wat opvalt is in ieder geval dat de mensen het in hun opleiding, in hun rijopleiding, en dan heb ik het dus over de burger, dat ze jammer genoeg niet meekrijgen van hoe nu te handelen als er een voorrangsvoertuig aankomt. Want de een gaat remmen, de ander die geeft gas bij, met alle risico's van dien op het moment dat hij bij een kruising aankomt. Maar sommige mensen blijven ook gewoon staan, klaar. Dus vervolgens staat alles stil, komen wij echt niet verder, want ja, kan wel wagens voor je uit gaan lopen schuiven, maar volgens mij heb ik dan een veel groter probleem. Ja, dan hebben we op deze wagen toevallig een extra horen, dus een eentonige horen, los van de optische en geluidssignalen die we erop hebben. En dat werkt op zich erg goed. Want daarmee komen we ook nog eens een keer over het radiogeluid en het cd-geluid van menig bestuurder heen. Want er zal versteld staan van mensen die dus gewoon je niet aan horen komen hoor. Ja, hier gelijk rechts. Ja, en daarmee hebben we meteen ook het grootste probleem bij het rijden met een voorrangsvoertuig wel benoemd, niet? Nee. Als we de tankautospuit nemen en ja, even voor de beeldvorming, iedere brandweerkazerne in Nederland, daar staat zo'n type voertuig. Dat zijn wagens van een kleine 14 ton, 2,35 meter breed, ruim 7 meter lang, ruim 3 meter hoog. Dus het zijn eigenlijk gewoon vrachtwagens. Wegen zijn niet altijd aangepast op een vrachtwagen. Hè. We maken autoluwe wijken met verkeersremmende maatregelen, verkeersheuvels. Ja, en dan kom je weer aan met die grote jongen. Natuurlijk geeft dat wel eens problemen natuurlijk. En over wat voor problemen hebben we het dan? Als de burger in zo'n wijk allemaal hun wagen, hun blik voor de deur willen hebben, dan gaat het fout. Want diezelfde burger die daar woont, die is erg blij dat we daar maar 30 km per uur kunnen rijden. Hè? Dus dat de buurman hun kind hier aanrijdt of iets dergelijks. Maar men wil ook dat die brandweer, politie of GGD zo snel mogelijk voor de deur komt. En er zijn al die auto's daar geparkeerd of nog even op de hoek. En ja, dat is lastig. Mensen hebben tegenwoordig allemaal 2 auto's per gezin. Daar is in ieder geval, daar zijn de wijken niet meer op berekend. Dus parkeerplaatsen te weinig. Als er dan een wagen langs de kant gaat staan, kan er nog wel in een personenwagen langs. Wij absoluut niet meer. Dus ja, we nemen wel eens een spiegel mee van een auto. En in het ergste geval, als we echt voor een woningbrand rijden en we komen de straat in en we zien al daadwerkelijk dat het ellende is. Ja, en dan staat een wagen verkeerd geparkeerd, dan zetten we hem wel eens een stukje opzij. Hier links, hè, daar staat een golf. Ja, ik snap het. Anderzijds, wij komen natuurlijk niet elke dag in een straat waar het misschien belangrijker is dat de kinderen op een normale manier kunnen buiten spelen. Dus dat je daar woonwijken in instelt met 30 km per uur, met wat versmallingen en een verkeersheuvel. Ik begrijp dat allemaal heel erg goed, zolang die 235 er nog maar wel doorheen kan. Ja, en mag je van een burger wel verwachten dat hij rekening houdt met de eventuele komst van de brandweer? Nee, dat kan je ook niet verwachten van mensen, dat ze heel de dag ermee bezig zijn of ik er een keer aankom met mijn collega's. Maar het anticiperend gedrag van de mensen, dat valt eigenlijk tegen. Wees bereid om eens 50 meter te lopen naar je voordeur, want daar gaat het vaak om. Hè. Brand is altijd, of een hartaanval met alle respect, dat is altijd bij de buren. Dat is nooit bij jezelf. En daarom zijn de mensen er niet mee bezig. Wij zijn er altijd mee bezig. En dan verbaas je er wel eens van hoe mensen dus dingen doen. Maar ja, aan de andere kant, het is niet hun vak. Ga maar eens een straatje inrijden hier. Ik denk dat de vuilniswagens en dergelijke dezelfde problemen hebben als wij. Alleen ja, die zeggen gewoon misschien, ik ga er een half uur over doen eer ik in die straat ben. Ik weet het niet. Alleen ja, die tijd hebben wij niet. Ja, als de hulpdiensten erbij moeten komen, dan zijn er zaken niet zo gelopen als de bedoeling was. En soms kun je daar niets aan doen. Maar soms heb je dat als bestuurder wel degelijk zelf in de hand. Zo kun je er als bestuurder voor kiezen of je met 1 hand wilt sturen of met 2. Maar het 1 handje is natuurlijk wel zo relaxed. Tenminste, dat lijkt de bestuurder waar we hier achter komen te rijden wel te denken. Ja, structureel handje naar buiten. Kijken wat hij doet op de rotonde. Toen schakelen, sturen. Oh. Hé, zeg je dat? Ja. Nou, je hebt toch eens hier aanspreken. Kijk. Toch de richting aan. Toegegeven, het kan een stuk slechter, maar het ziet er allemaal toch wel een beetje slordig uit. Kijk wat hij doet. Rood. Ja, en een rood verkeerslicht is meer dan slordig.
Goedendag. Politie, even volgen. Ja? Volgen ze eraan. Ja. Okay. Wij komen jou tegen op de Oldenzaalsestraat. Ja. Dan zie ik dat jij één hand op het raampje hebt. Ja. Prima, geen probleem. Maar geen gordel om. Daar heb je helemaal gelegen. Dan trek je mijn aandacht. Daar heb je helemaal gelegen. Dan rijden we naar Hengelo in. Er zit een chicane in de bocht. Klopt. Ja? En ik zie jou in één keer een hele rare stuurbeweging maken. Ja. Je geeft richting aan. Dat doe je volgens mij allemaal met één hand. Want jouw andere hand blijft buiten, ja, buiten het raam staan. Gelegen. U heeft helemaal gelegen. Ja? Dan rijden we Hengelo binnen en vervolgens rij je ook nog eens een keer de rood. Ik zeg je heel eerlijk, ik kan niet meer stoppen. Ja. Ik stop altijd voor rood, altijd. Dan gaan we naar de rotonde. Hand is er nog steeds uit. Ja, die is er nog steeds uit. Die is ook de hele weg erin gelopen, geloof ik. Nou ga je dus een bocht maken, richting aangeven, schakelen. Ja, je hebt en nog steeds gelijk. Is je hand naar buiten. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik kan wel veel met één hand, nee. Maar hij is niet goed, ik weet dat je gelijk hebt. En kijk, moet je naar ons kijken. Nu zie je het al. Ja, ik zie groen. Ja, je ziet oranje en je ziet rood. Hop. Ja, je hebt gelijk. Zie je dat? Ja, je hebt gelijk. Ik zeg je heel eerlijk, ik ben een persoon die altijd voor rood stopt. Ja. Altijd. Maar ik zeg je heel eerlijk, als ik het echt niet red, dan rij ik hem ook gewoon door. Sorry. Voor twee overtredingen krijg je een bekeuring. Dat is voor het rode licht. Ja. Maar ja, dat kan bijna niet anders. Dat kan bijna niet anders. Ja. En voor je gordel. Ja, want de snelheid laat ik dan maar even gaan. Dankjewel. Want 80 binnen de kom is 30 te hard, hè? Je hebt helemaal gelijk. Ik ga je ook geen ongelijk geven, maar echt niet. Ik ga je echt geen ongelijk. Nee, maar het gaat er niet om of gelijk of ongelijk. Nee, maar ik kan je geen ongelijk geven. Nee, oké. Snap je? Okay. Het is op beeld.